Buen día. Tardy. Of... Nochi. Dit is een nieuwe vlog. Welkom. We gaan nu lopen door een natuurgebied, terwijl het enorm warm is. Ik ben al sloom, dus laat staan hoe de wandeling zich. Oké, maar jij wilde eerst in dit weer de berg beklimmen. Ja, dat wilde ik inderdaad. Maar nu gaan we gewoon door het park lopen. Maar ik wilde de berg niet beklimmen, dus... Maar ja, wees maar blij met mij, want anders had je die berg moeten doen. Maar misschien moet ik hem nog steeds doen. Oké. Het is wel een beetje warm. We staan te ver weg, we moeten te ver lopen, dus we gaan met de auto verder lopen. Gaan we met de auto verder lopen? We gaan met de auto verder lopen. Vertel eens wat over waar je staat. Ja, we staan hier aan het strand, een prachtig strand. Echt een van de mooiste stranden van Curaçao. Hier hebben we hele speciale... Nee, niet zo. Speciale natuur. Dat vind je nergens anders dan hier. Enorm hoge golven. Op het moment dat je hier het water inspringt. Papa, wat is het eigenlijk? Boca Campi. Oh, kunnen die beesten hier lopen? Denk het. Oh, gaan we op jacht naar die beesten? Hebben ze gezien? Maar die heb ik op Klein Curaçao dus gezien. Ze zijn best wel eng, maar ik weet niet. Maar als je hier inspringt, ben je dood. Maar in. Jongens, ruim je plastic op. Voordat je iets in de natuur gooit, kijk dan eerst naar dit. En dan bedenk dan maar of het wel handig is dat je plastic in de natuur gooit. Ik ben on my way naar de pistool. Dat vind ik eigenlijk best wel vervelend, maar pistool. Nou, dit is de pistool. Gaat hij even mooi. Ik zie twee varkens in mijn beeldscherm. Man, op Barbados heb je ook varkens dan. Komt hier. Wat erbij. Oh, dat vind ik heel leuk. We zijn een beetje aan het strand kloppen. We zijn nu bij Grote Knip. Ik ga natuurlijk wel komen wanneer het de zon weer weg is. Ja, blauw. Het is grote knip, grote knip. Hoi. Hey jongens, ik ga even sippen. Nee, is het niet. Maar ik moet een zwemvest om. Dat vind ik echt een beetje stom, want ik wil gewoon sippen. Nou goed, oké. Okay. Zet hem maar uit. We zijn met Blisterberry. Heel lekker. Very cute. Oké, we zijn aan het jetskiën. En David is knijterhard aan het gaan. Hij gaat fucking hard. Oké, jongens, ik ben één keer gevallen. En, oh, kan niet. Het koord zit om mij.
ook wel eens lekker. Ja, van Hero, stadcollega. Oké. Eten. Jezus, je zou zeggen goeie avond, maar het is goedemorgen. Ik had gisteren een wasstage gehad. En toen heb ik niks gedaan meer. Wel iets meer gedaan. Nu is het 6:30. En ik heb 6:00 een tentamen. Maar ik was... Ik heb mijn ID nodig als ik dat wil doen. Maar die was ik vergeten bij mijn kamer. Dan ga ik zo meteen terug naar mijn ouders om daar tentamen te maken. Het is 7 april en Mike is op Curaçao. Vet leuk. En we hebben we hebben wat eten besteld. En we liggen bij Kokos. Het is echt een heel chill strandje. Super leuk. We liggen bij Jan Tiel. En nu gaan we lekker eten. Eet smakelijk. Ja, maar dit is het ook. Snorkelvers meegenomen. Dus dan kunnen ze misschien gaan surfen. Het is niet het mooiste strand, maar ja, wel nog even leuk. En dan moet ik ze weer terugbrengen naar het vliegveld. Dit ging echt niet zo. Hey. Ik heb altijd gelijk. Nou, mijn ouders zijn heb ik op het vliegveld afgezet. Er is nu een poolparty, maar ik ben niet helemaal in de mood of zo. Maar vanavond ga ik naar, ik weet niet hoe het heet, maar het is gewoon in een club hier volgens mij. En het is gewoon techno. Dus dat is wel leuk. En morgen weer naar, niet naar Fuik, maar Vlotvest. Ik heb de vlog nog niet meer afgesloten, maar ja. Dit was de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En I, yo!